Nou, welkom in Wiegens warmste woning. Een circulair huis gebouwd door onze leerlingen. En hier verblijven wij tot en met vrijdag 5:30. Een paar dagen geen eten, weinig slapen en vooral heel veel radio maken. Twee docenten en een locatiedirecteur van het Maaswaalcollege Oosterweg zijn sinds dinsdagmiddag opgesloten in een huisje op het schoolplein. Dit doen ze om geld in te zamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dus we hebben hier drie bedjes en hier slapen wij de komende drie nachten. Nou, hier gaan we de komende drie dagen radio maken. We gaan dus muziek laten horen, maar we gaan ook mensen ontvangen, mensen interviewen. Het concept doet misschien denken aan de jaarlijkse Goede Doelenactie van radiostation 3FM. Het komt eigenlijk voort uit de vroegere Serious Request actie. Die hebben we altijd gedaan en wij dachten, we gaan het gewoon nog een keer doen, maar in een ander jasje. Geen glazen huis dus, maar de Wiegens warmste woning. En het is onderdeel van het project Wiegens warmste week. Wiegens warmste week is van oorsprong een week waarin wij ons inzetten voor Wiegen en de omgeving. Mm-hmm. Dus het was heel erg regionaal gericht. Dus we hadden ook allemaal goede doelen uit Wiegen waar we ons voor inzetten. En dit jaar is er een doel wat groter is dan Wiegen even. En dat is helaas nu de oorlog in Oekraïne. En wij vonden dat we eigenlijk niet om dit doel heen kunnen. De afgelopen weken hebben leerlingen al verschillende acties gehouden. Tijdens de livestream komen kinderen één voor één langs om het opgehaalde bedrag te onthullen. Ik heb bij vrienden van ons gas gemaaid en daarmee heb ik 15 euro opgehaald. Vrijdag mogen de opgesloten medewerkers de woning verlaten. Daarna is het tijd voor het Wiegens Warms Festival. Dat is de klapper op de vuurpijl, zeg maar. Dus we maken er echt een groot feest van, een festival met kraampjes, bandjes, live optredens. Heel Wiegens uitgenodigd. En dan wordt ook het eindbedrag bekendgemaakt. Tot die tijd is de livestream te volgen op de site van Maaswaal. 3, 2, 1, go! Nou, ik denk zeker dat het de moeite waard is om te kijken en te luisteren. Het is een mooie actie. Er zal van alles gebeuren, genoeg reuring. Dus ik denk dat het leuk is om ons te volgen.